De Hulp Sinterklaas van Pijneker is afgelopen week ernstig bedreigd. Het organisatiecomité heeft namelijk besloten om ook regenboogpieten uit te nodigen. Wij vroegen mensen op straat naar hun mening over alle commotie. Wat vindt u ervan dat de Hulp Sinterklaas in Pijneker bedreigd is? Ja, nou, dat vind ik onzin. Dat vind ik wel een beetje vergezocht. Ja, dat vind ik schandalig. Ik bedoel, ieder moet zijn eigen mening kunnen uiten zonder dat hij daar voor het gevaar loopt dat hij bedreigd gaat worden natuurlijk. Ja, belachelijk natuurlijk. Ik vind sowieso het hele item Zwarte Piet mag niet meer vinken. Dat vind ik onzin. Laat gewoon Zwarte Piet blijven. Het is een kinderfeest, kom op. Ja, ik vind het wel heel ver gaan eerlijk gezegd hoor. Ik denk dat we elkaar allemaal een beetje gek lopen te maken, heb ik het gevoel. Ik lees ook wel artikeltjes in de krant en dan zeg ik van ja, ze hebben allemaal gelijk. En ik vind ook dat er dingen mogen veranderen. Maar het moet wel op een nette manier gaan. Dat moeten we met z'n allen gewoon doen. Is het feest nog wel leuk nu? Nou ja, goed. Ik denk het nog steeds wel. Het blijft natuurlijk een spannend feest. Maar ja, ik vind het hele Zwarte Pieten gedoe vind ik echt. Laten we ons lekker druk maken om dingen die echt belangrijk zijn. En dit vind ik niet echt. Ja, dit vind ik niet nodig. Onzin. Ik vind Sinterklaas prima hoor. Leuk. Geen probleem mee. Dus. Elk jaar vier ik met mijn kinderen Sinterklaas. De meeste mensen, donkere mensen die problemen mee hebben, ja. Gewoon onzekerheid vind ik. Ik kom uit Curaçao, dus ik heb geen probleem mee. Dus nee, helemaal niet. Is het feestje nog wel leuk? Het feestje blijft leuk. Laten we het helemaal authentiek houden. Ik ben op een leeftijd en ik kijk met veel plezier op de Sinterklaas terug. En nu doen we het voor de kleinkinderen. En zo wil ik het graag houden. Het is een kinderfeest, moet leuk blijven. En de grote mensen moeten niet zo raar doen. Dat vind ik. Gaat u zelf naar de optocht? Nee, mijn kinderen zijn de deur uit, dus is niet meer van toepassing. Wat zou u tegen de Hulp Sinterklaas willen zeggen? Ja, gewoon doorgaan. Wat vindt u ervan dat nu de Sint hier in Pijnekers bedreigt omdat hij een paar gekleurde pieten wil meenemen? Misschien vinden mensen dat er blauwe pieten, paarse pieten moeten komen. Dat er een verschil komt tussen het kleur en zo, maar ja, ik heb geen probleem mee, dus. Het meeste mensen uit Curaçao hebben geen probleem mee. Dus ik vind het allemaal bullshit, zeg maar.